Goedemorgen, het is weer zaterdag, dus we gaan weer vloggen. Ja, ik heb geen idee hoe laat het is. Ik denk iets bij kwart over 9, half 10 of zo. 10 over 9. Ja. Volgens mij moet ik gaan krabben zo. Ja. Dus, hebben we een planning? Nee. Nia moet om half 10 spelen, ga ik niet redden. Ik ga het heel even gaan een paar boodschapjes doen. Ik hoef niet veel te doen, want we hebben vanmiddag verjaardag die pas om 4 uur begint. Dus dat zal wel gewoon even simpel een broodje worden. Tussendoor of eten daarna wat. Dan halen we wel wat of zo. Dus, en ik wil nog even aan de zonnebank. Ik moet mijn nagels doen. Die moet ik echt doen, want ik heb verjaardag vanmiddag en ik ga het zo echt niet op verjaardag zitten. Dus, we gaan weer. Ga mee? Nou, wel. Zo, we zijn ingepakt en al. 2 jassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die is nog niet echt helemaal wakker. Ik krijg naar de foto door van Room van het voetbalveld. Nou, mij niet gezien. Het is gewoon bevroren. Ja, door. Dus dat gaan we maar eventjes niet doen. Oh, zo. Oh. Wat in? Nou, ik krijg dat ding allemaal gewoon. Dus. We gaan even gaan boodschappen doen, dan ga ik weer lekker naar huis. Lekker warm. Eerst krabben. Het is koud. Echt onwijs koud. Het was dus lekker aan het krabben. We gaan even gauw boodschappen doen. En daarna heel gauw naar huis. Dus ben ik bevroren, denk ik. Moet je? Nee, verder nog? Ja, nee, daar, ik zie niks. Ik klaar mee. Dat het niet. Ik ga wel eens helpen. En ik ga even lunchen. Makreel, kanakpaling en een beetje sushi gemaakt. Ik hoop dat ik het opkrijg, want het eten gaat echt helemaal kut de laatste paar dagen. Dus bismillah. Rasjes aan het chillen. Oh, ik ga even lekker onder de zonnebank. Het is koud. Het is echt koud. God! Dus. Ik ga hem even omkleden en de droger is ook al klaar, hoor ik. Dus, ja, mijn nieuwe wasmachine is binnen. Maandag al, maar super blij mee. Ik heb het van was als een mongool. Werkelijk waar. Dus ja, ik ga het even lekker 20 minuten op de nep Aruba liggen. Hey zonnetje. Dus global warming. TLC, hè? Toddlers en Tiaras. Dat je je kind zo moet verrachen gewoon. Sommige kindjes willen gewoon geen eten. Dat vind ik zo zielig om te zien. Wat bezielt je als moeder zijnde dan? Wat vinden jullie daarvan? Zou jij je kind daaraan opgeven? Of dwingen? Of weet ik veel wat? Ik niet in ieder geval. Zo, nageltjes zijn gelakt. Zonnebank geweest. Check, 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 check. Ik kan alles afvinken van mijn to-do list. Het is nou, hoe laat? 1:10 over 2. Goed, ze komen dadelijk rondje Nio thuis. Gaat Niootje douchen, gewoon naar verjaardag. En dan ga ik al wat vreten halen. Ik heb zo'n trek in een bak rijst. Ik weet het, ik mag het niet. En ik heb vanmorgen sushi, of vanmiddag sushi gegeten. Nou, dat was helemaal kut. Het eten de laatste paar dagen, dat is één groot fiasco gewoon. Werkelijk waar. Niet dat ik bang ben om te eten of zo, zeker niet. Maar bang in de zin van, oh, ik krijg onwijs pijn. Oh, ik kots mijn darmen en mijn longen er weer uit. Weet je wel, die angst. Ja, dan kan je zeggen, waarom eet je dan? Waarom eet je zoveel sushi dan? Ja, ik moet al wat eten. Sorry, maar ik word een beetje af en toe moe van die mensen, weet je wel. Ja, waarom eet je dan? Ja, waarom eet jij? Ja, wat is het nou voor vraag? Als ik niet eet, dan zie ik ook sterretjes zoals elk normaal mens. Nou, sommigen snappen dat nog niet helemaal. Die denken, oh, anorexia. Oh, de hele dag aan een rietje sabbelen. Of aan een rozijntje sabbelen. Nee, ik niet. Mensen vroegen ook of ik commentaar wilde geven op de documentaire van Emma. Nee. Weet je, Emma was echt zwaar, zwaar anorexia. En dat punt heb ik gelukkig nooit bereikt. En ja, als je dan ziet hoe zij eet, en dan denk je, jezus. Dan denk ik bij mijn eigen van, doe even normaal en eet gewoon, weet je wel. Maar ja, dat is weer de omzijde van anorexia. Je hebt er zoveel soorten van. En mensen, knoop dat in je oren. Heb niet gelijk een oordeel over mensen met anorexia. Van, oh, anorexia, dat zijn mensen die niet eten. Oh, anorexia, dat zijn mensen die spugen. Nee. Verdiep je er eens in. Voordat je... Sorry. Het is helemaal niet kut bedoeld of hatelijk bedoeld of wat dan ook. Maar sommige mensen douwen zo'n stempel op je voorhoofd. Terwijl het eigenlijk gewoon echt niet nodig is en gewoon niet waar is. Maar goed... Dat is wat ik erover kwijt wil en verder niet. Verder op medisch gebied, ja, aankomende donderdag wordt weer bloed geprikt. Dus dan zien we het wel. En verder staat gewoon alles stil. En ja, dat ligt echt aan mezelf. Ik heb geen zin in die poppenkast. Ik ben al zo lang bezig met die poppenkast. Wil je beter worden? Ja, maar niet met die poppenkast. Ja. De ene keer gaat het maar eens goed. En de andere keer gaat het gewoon helemaal kut. Maar ik zie het zo van, jij bent ook niet elke dag super fit, toch? Maar goed, dat is mijn mening. Jullie zullen wel een compleet andere mening hebben, maar dat maakt niet uit. Zo even mijn theetje opdrinken en even mijn nageltjes afspuiten, dat ze sneller drogen. Want ik kan daar dus echt niet tegen, dat lange wachten. Zo, volgens mij ben ik een beetje verbrand onder de zonnebank. Ja. Maar goed, en dan gaan we wachten. En ondertussen kijk ik lekker TLC. Ik ben echt lekker luie wijfdag vandaag. Lekker toch? Daar is zaterdag voor. En we gaan naar de verjaardag. Ik heb mijn hakken maar weer eens aan. Zo, we moeten even wachten op een Jootje. Die staat nog te douchen en dan gaan we. Ik kan alleen niet lang blijven, want ik heb pijn mijn flikker. Dus, daarna halen we even wat te eten en dan zen. We zitten in de auto onderweg. Ja, we gaan nog niet hoor. We gaan nog niet. Roon zit nog op het scheidhuis. Nio is chagrijnig binnen. Gezellig met de familie weg. Joepie. Maar goed. Ik ben ook niet een van de vrolijkste, dus... Nee, dat heb ik denk ik een beetje. Hè? Dat heb ik denk ik een beetje door. Het is die zondag, jong. Kutzon in je bek. Maar goed, we gaan tuffen. Ja, papa. Je weet toch Rachel? Die tekent de wenkbrauwen ook, hè? Busy dus. Bijna een klein stukje in de slechtvoer. En mocht jij toevallig één van die weinigen zijn die nog geen mannequin challenge hebben opgevoerd. Zo, het is 7:30. Beetje laat. Ik heb een beetje benauwd. Ik ga het vlogje afsluiten. Ik ga het even heel snel douchen. Terwijl het eigenlijk niet kan. Want ik ben kapot. Maar ik moet even douchen. Nou, dat is nog heel even gezellig op de verjaardag. Maar ik heb het niet lang volgehouden. Maar ja, goed. Ze begrepen het en... zijn mijn kennen, dus helemaal goed. Niootje heeft trouwens gewonnen vanmiddag. 2-0. Toppertje. Dus ik heb mijn dag wel weer gehad. Maar helaas wel weer met een hoop pijn. Ik hoop dat morgen wat minder is. En morgen hebben we een chilldag. Misschien morgen een kerstboom opzetten. Moeten we maar even kijken. Dus, maar ik ga nu lekker afsluiten. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.